Ajax staat op het punt de 33ste landstitel te pakken. En voor Frank de Boer de vierde schaal op rij. Dat huzarenstukje is ook in Burundi niet onopgemerkt gebleven. De president van Burundi, Pierre Nkurunziza, was voor een driedaags werkbezoek in Nederland. Hij was op bezoek bij koning Willem-Alexander, het Binnenhof en uiteraard ga je dan ook even langs bij Ajax. De president was toeschouwer bij de wedstrijd afgelopen zondag tegen FC Twente. En bezocht dinsdag totaal onverwachts het complex De Toekomst. Meneer, Ajax wordt vereerd met een bezoekje van de president van Burundi. Ja, klopt. Is hij een groot voetbalfan? Ja, natuurlijk. Hij speelt ook voetbal. Hij speelt ook voetbal? Ja, ja. Kan de president van Burundi goed voetballen? Ja, natuurlijk. Ja. Hij is zeg maar hoogharier van de trainer. Van wat ik weet, dat hij speelt ook voetbal heel goed. Okay. Ja. Welke positie speelt de president van Burundi? Nou, hij kan alle posities spelen. Ja. Hij maakt zeker zelf de opstellingen en zet zichzelf overal in het elftal neer. Nee, ik bedoel, hij kan, zeg maar, als hij dat nodig is, hij kan bij elke positie spelen. Zeg maar. Als hij zeg maar, niet aan het trainen of wat anders doen. Ja. Heeft u hem wel eens zien voetballen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja? Ja. En kan de president goed voetballen? Ja, natuurlijk. Altijd. Ja. Ja? Is Ajax populair in Burundi? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, hij is wel populair, hè. Maar hoe populair is Ajax in Burundi? Nou, zover dat ik weet is dat Ajax is dat ja ze omdat met Franse omdat wij Franse tarig zijn, ze zeggen ze allemaal Ajax. Maar als u een keertje in Burundi gaat of met andere mensen zou informeren, u gaat dat zo snel weten dat Ajax in Burundi gekend en dat de mensen fan van Ajax zijn. Yeah. Could you tell me what are you doing here? Yes, come to visit this academy, especially to learn from them, so we can implement it in Burundi also. And you play soccer yourself? Yes, myself. I play soccer today. I was playing soccer from my primary school to secondary school to university. I became also a coach for the second team in Burundi in the 90s. So it means that about soccer, I have many experience on it. I created also an academy in Burundi. What are your impressions about Ajax? By Ajax, we can say that it's a famous team here in the Netherlands, and you can learn from it many things. And we congratulate them because on Sunday they won the match. It was a very good match for me and also for Ajax. We can learn also many things from them. Are you impressed by the way they play? Yes, of course. They are the best ones, I can say, maybe in Europe, because it's not only from this year, but many years ago, Ajax has a good name in the world. Joël, heb jij net nog even gepraat met de president van Burundi? Hoe? De president van Burundi. Nog nooit van gehoord. Was dat op bezoek? Oh, nee, ik heb hem niet gedag gezegd of zo. Nee. Hij was zondag ook aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd. Oké. Okay. Nou, heeft hij 3-0 gezien. Dat is mooi voor hem. Ja. Ricardo, heb jij nog de hand geschud van de president van Burundi? Nee, die heb ik vandaag niet gezien. Hij was er wel. Was hij er? Ja. Nee, ik heb hem niet gezien. Ik hoorde wel dat hij kwam, maar ik ben hem niet tegengekomen. Dus gaat niet een babbeltje maken met de selectie? Nee, ik denk niet dat het hem uitkwam of zo, maar we hebben hem in ieder geval niet gezien.